Kijk, hij is ook enthousiast. Jaapie, mooi hè. Weer een nieuwe Werner's garage. Hey, lieverd. De vorige keer een klassieke auto, Renault 5 GT Turbo. Dit keer een auto met ja, ietsje minder leeftijd, zeg maar. Maar dan een youngtimer. Een auto met 385 pk, een V8. Een auto met extreem weinig kilometers. Gaan we het later over hebben. En ook een auto met een fiscaal verhaal. Je kunt zeg maar fiscaal voordeel hebben met een 8-cilinder met 385 pk. Hey, dit wist je nog niet, hè? Het zit dus zo, hè, die youngtimer-regeling. Normaal betaal je 22% over de cataloguswaarde als je de auto zakelijk rijdt aan bijtelling. Heb je te maken met een youngtimer die je zakelijk wilt rijden, dan betaal je 35% over de fiscale waarde. Dus het is niet de waarde die je ervoor betaalt, maar de fiscale waarde. Daar zou je kunnen achterkomen middels een fiscaal taxatierapport. Je zou ook gewoon kunnen kijken in de koerslijsten. Die zijn er. En dat scheelt je serieus veel geld. Kost je aan bijtellingen een paar honderd euro ten opzichte van echt een veelvoud daarvan als je hem nieuw zou rijden. Nou is een nieuwe Cayenne iets anders dan een gebruikte Cayenne. Maar dan moet je er meteen bij zeggen, deze auto is uit 2008. En dat rijdt natuurlijk, ja, ik zal niet zeggen als nieuw, maar toch ook wel als nieuw. En zeker als er extreem weinig kilometers op staan, zoals deze, een goede 80.000 kilometer. Alles klopt. Alles werkt. En alles is eigenlijk zo goed als nieuw. Het maakt niet uit of je die spiegels bedient, of de luchtvering, of de sportstand, of de differentiëlen vastzetten. Alles functioneert gewoon zoals het bedacht is in Stuttgart. Kijk, en als je die auto dan dus zakelijk rijdt, dat betekent dat je je onderhoud gewoon kunt opvoeren als kosten. Net als je verzekering, je motorrijtuigenbelasting. Dat heeft gewoon aan alle kanten hartstikke veel voordelen. Wat trouwens ook leuk is, en dan moet ik heel eventjes stoppen. Deze auto komt uit Japan. Ik weet niet of jullie er ooit geweest zijn. Kijk, de parkeersensoren die doen het ook. Hartstikke fijn. Als jullie misschien ooit in Japan geweest zijn, zou je voor de grap eens in een taxi moeten stappen. Ik heb dat gedaan. Ik reed mee in een Nissan Laurel. En die auto die had 600.000 kilometer op de teller. Ik zat achterin. Ik dacht, deze auto is nieuw. Ik keek op het tellertje. 600.000. Ze zijn daar zo extreem zuinig op auto's. Dat is echt niet normaal. Het moet blinken. Het moet nieuw zijn. Deze komt daar vandaan. Dat is raar, denk je dan. Want in Japan rijden ze aan de andere kant van de weg. Hoe kan dat dan? Nou, het is in Japan status als je een dure Europese auto rijdt met het stuur voor hen aan de verkeerde kant. Dat is raar, hè? Dat is echt waar. Moet je maar eens nagaan. In Japan ben je een grote jongen als je bijvoorbeeld een Porsche rijdt of een Mercedes met het stuur links, terwijl je aan de andere kant. Het is helemaal niet functioneel, hè, daar. Maar dat betekent, als je zo'n auto, zo'n Europese auto, terughaalt naar Nederland, wat bij deze Cayenne dus gedaan is, dan heb je niet alleen een mooie. Dan heb je het stuur aan de juiste kant voor ons. En dan heeft hij ook nog eens weinig kilometers. Maar dat is een heel lang verhaal. Ik wil even hier naartoe. Kijk, de boekjes zitten er allemaal bij. Het is wel een beetje in sushi-taal. Maar dat maakt niet uit. Het klopt allemaal. Boekjes erbij. Alles gedocumenteerd. Het hele spulletje is compleet. Goed. Gaat hij weer. ...385 pk hebben we wel eens. Met een mooi schakelende automatische bak. Dat is gewoon een lekkere auto, jongens. En ze hebben hem uitgevoerd met zo'n multimedia systeem van Alpine. Er zit gewoon Bluetooth op, heel de boel.
Maar het leuke is ook, ik rijd tegenwoordig echt veel in elektrische auto's. Ik vind het niet iedereen even leuk. Ja, het is nou eenmaal wel waar het naartoe gaat. Als je dan hierin rijdt, met je 385 pk onder de rechtervoet, afkomstig uit zo'n heerlijke romige achtcilinder. Mooi sturen. Het is gewoon een fijne auto. Het is echt een lekkere auto. En goed, hij is dus meer dan 15 jaar oud, want anders valt hij niet in de jongtimerregeling. Maar voelt absoluut niet overjarig aan. Je ziet dan dus ook, en dat komt door die regeling, dat een Cayenne van 15 jaar of ouder soms duurder is dan een Cayenne die, zeg even, 13 jaar is. Simpelweg omdat die regeling er is en die het gewoon hartstikke aantrekkelijk maakt. Ik heb even een beetje zitten pluizen in de prijzen, moet je ook maar eens doen. Als je nou een Cayenne Turbo vindt met weinig kilometers, dat is best een zoektocht hoor, want de meesten hebben natuurlijk veel gereden in al die jaren. Maar als je er eentje vindt met weinig kilometers, zoals deze, zeg even een goede 80.000 kilometer. En het is een variant met de turbo 8 cilinder, dan kost die zomaar 35 of meer. Een GTS, veel meer dan 30.000 euro. Voor deze vragen ze bij European Collectibles 25.000 euro. En dat is er dan dus eentje met de boekjes, helemaal in originele staat, met weinig kilometers. En die dan dus valt in die regeling. Ja, dan zou je dus elektrisch kunnen gaan rijden. Waarbij je natuurlijk ook allemaal voordelen hebt. En dan rij je nieuw. En uiteindelijk moeten we het allemaal, hè, dat elektrisch rijden. Nee, Werner, is niet waar. Nou, neem van mij aan, het is wel waar, het gaat gebeuren. Maar het is nog niet zover. Dus je zou jezelf ook een cadeau kunnen doen. Gewoon nog één keer zo'n moddervette 8-cilinder. En dan zeker in deze kleur. Je ziet ze bijna altijd in het zwart. En hij lijkt zwart, hij is het niet. Hij is heel donkergroen. Ja, ik vind het eigenlijk wel een leuke keus. Het is gewoon een afwijkende keus. En dan zit je op die verjaardag met al die gasten. En de ene heeft een Tesla. En de andere een Audi e-tron. En ze lullen allemaal over die beperkte bijten. Nee, geen BPM en zaak. Dat is hartstikke interessant. Zeker, allemaal waar. Kom jij. Hallo. Ik heb er eentje met een vette V8 uit Stuttgart. Paardje voorop. Veel vermogen. Mooi onderstel. En ik heb ook bijtellingsvoordeel. Kan niet. Ja, zeker. Ik kan wel. Deze auto is bewijs.